jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag een video wat Gun Game op Call of the Ghost. En Gun Game is sinds een paar dagen geleden uitgekomen op Call of the Ghost. Door middel van een patch. En ik heb het net twee keer gespeeld. Dit is mijn derde potje van vandaag. Of ja, eigenlijk van altijd. Want daarvoor heb ik dit nog niet eerder gespeeld. Maar wat ik dus nou merk is dat je constant met een ander wapen begint. Een andere... andere soort van... Ja, playlist klinkt een beetje raar, maar weaponlist of zo, weet ik veel. Andere rotatie, dat wordt het woord, sorry. En, ik ga zeggen dat iemand... Want iedere keer ben ik met een ander wapen begonnen en krijg ik andere wapens als volgorde, maar. We zijn er steeds niet uitgegaan, het gaat best lekker. Oh shit, nee! Ik weet al niet wat voor wapen ik in mijn hand heb. Dus constant een verrassing als inzoom, zo, snel dat ding switchen. Probleem is, ik ben gewend met Dead Silence spelen de laatste tijd. En nou, ik denk heel dat ik iemand achter me hoor, maar dat zijn mijn eigen voetstappen. Echt. Dat is zo dom, gewoon. Oeh. Hij werd in zijn rug geschoten. Ik dadelijk ook. Die spawn, dat moet sowieso een spawn in mijn rug zijn, want die zit hier ook. Hier zit de spawn. Dus je moet hier niet te ver naar voren lopen, want dan ben je wel fucked. Hoppakee. De wapen heeft ook niemand meer gebruikt sinds dat hij gepatcht is eigenlijk. Die MSBS volgens mij. Of MS. Ja, MSBS is het. Ik ben er niet dood geweest, man. Dan moet ik sowieso dood gaan met nu een paar tellen. Nee, ja, nee. Ik zeg niks meer. Waarom heb ik een rockerloge? Wie verzint zoiets? Dan ben je echt autistisch. No offense, maar serieus. Shit. Als jullie zeggen... Ah, kut. Nee, ik zag hem te laden. Ja, de laden duurt gewoon 90 jaar. Ook niet slim wat ik nou doe. Wat? Ik wou dat zeggen. Wil jij niet kapot gaan? Even wachten om health te generate. Ik weet er iemand is, dus... Let's go. Nee! Nee! Ik heb hem wel. Ha! Lekker voor je. Oh shit, een shotgun. Daar kan ik dan niet achter blijven. Daar heb ik een range. Ik weet dat hier iemand is. Woe! Let's go! Spawns voor de win, altijd. En een leuke sniper. Oké, laten we deze gozer eventjes verrassen van achteren. Yeah, buddy! Oké, dit ding is vet. Hier wil ik meer mee gaan doen. Dit vind ik echt een grappig wapen. Yes, ik had hem nog wel. En, die kerel spawnt in mijn... Oh, één burst, natuurlijk. Oh shit, we zijn al bij het laatste wapen. Let's go! Wacht. Niet zo snel, niet zo snel. Ik ben niet zo snel als jij. Ik ben niet zo snel. Ik heb een mesje. Dat is veel te zwaar. Ja! Ha! 18-4, jongens. Ja, wat moet ik wel zeggen? Het is wel leuk op zich, de gun game. Maar wat ik vooral leuk vind is dat jij verschillende volgorde hebt van wapens. Ik kwam net steeds op het woord. Ik verzoek allemaal verschillende woorden. Maar in ieder geval de volgorde dus van de wapens die je krijgt is anders steeds. En misschien dat er maar 5 verschillende volgorde zijn. Dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval niet zo basic als bij Black Ops. Daar heb je echt gewoon, dit is jouw volgorde. En iedere keer als jij het gaat spelen zit de volgorde. En dat vind ik zelf niet zo leuk. En dit zorgt toch voor dat er wat meer variatie is. En 18-4 is sowieso een leuk score. Dus als het leuk gaat... Of als het goed gaat, dan vindt iedereen het eigenlijk leuk. Dus. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Als je het leuk vond, laat natuurlijk de like achter. En abonneer voor meer. Tot de volgende keer. Houdoe.